Stuur deze video naar al die luie vrienden die niet willen werken. Overtuig ze van het werken in de kas. En dan zeg ik, mazzel! Morgen. Ik ben Renze Grootschotte en ik werk bij Daily Fresh Ready's in Aantrijk. Zij telen en verkopen radijntjes. Daarvan laat ik jullie straks alles zien. Ik zou later het bedrijf best wel over willen nemen. Dus nu, 6:15, een beetje vroeg. Eerst even wat eten en dan gaan we aan de bak. Nou, vandaag een drukke warme zomerdag. We gaan naar binnen en dan gaan we starten. Morgen. Als kleine jongen wou ik graag beroepsmilitair worden. Toch ben ik daar al gauw vanaf gestapt. Ik kwam erachter dat de Westlandse kassen, maar vooral ook de Westlandse radijs, meer wat voor mij was. Ik zou later tuinder willen worden. Voor het zaaien moet de grond egaal en luchtig zijn. Dat gebeurt door middel van deze freesmachine. Vroeger werd alles met de hand gezaaid. Tegenwoordig gaat dat door middel van deze zaairobot. Alle zaadjes op dezelfde afstand van elkaar, wordt het zo in de grond gezet. Als de radijs achterin geoogst is... Huh? Oh ja, natuurlijk. Radijs groeit niet automatisch, nee. Radijs heeft water nodig. Dat krijgt hij door middel van deze waterinstallatie. In de schuur wordt alles met de computer bediend, zodat de radijs genoeg water krijgt. Nou, we staan hier in onze watertechnische ruimte en wij hebben hier een OptiClear zuiveringsinstallatie staan. Die zuivert al onze waterstromen. Daardoor kunnen wij zo duurzaam als mogelijk telen. Wij lozen niks meer op het oppervlaktewater of op het riool en gebruiken al onze waterstromen opnieuw. Vroeger werd ook alles met de hand geoogst. Tegenwoordig gaat dat ook heel anders. Hier wordt de radijs eruit gehaald. Gaat naar binnen. En zo gaat het in een bosje de kist in. De vogelgeluiden die je nu hoort, dat is de nieuwste apparatuur. Er staat hier boven op het dak staat een speaker. Deze speaker maakt roofvogelgeluiden om vogels af te schrikken. De kisten komen uit de schuur, komen via het spoor komen ze naar voren. Dan worden ze hier in het zwembad gegooid. Ik heb het hier super naar mijn zin, het werken in en op de kas. De vrijheid, de gezelligheid, helemaal top. Like en deel deze video, dat zou ik super vinden. En oh ja, nog één ding. Stuur deze video naar al die luie vrienden die niet willen werken. Overtuig ze van het werken in de kas. En dan zeg ik, mazzel!